Graag lees ik een stukje voor uit mijn boek Moeiteloos ondernemen. Dit staat in het eerste hoofdstuk dat gaat over hoe je jezelf persoonlijk meeneemt in je bedrijf. De titel is De wereld is een spiegel. Om te ontdekken waar je zelf nog in de weg zit, kun je gebruik maken van het spiegeleffect. De wereld is jouw spiegel. In die spiegel kun je zien waar het lekker stroomt en waar het stroef verloopt. We leven namelijk in een duale wereld. Dat betekent dat elk aspect in het leven een tegenpool kent. Zo is er bijvoorbeeld angst en moed, donker licht, snel langzaam en vrijheid en gebondenheid. In ons leven hebben we ons ontwikkeld en gevormd door de omstandigheden waarin we zijn opgegroeid, gecombineerd met degene die we van onze voorouders hebben gekregen. In deze ontwikkeling hebben we bepaalde polariteiten ontwikkeld. Zo ben je misschien iemand geworden die erg zorgzaam is, wordt een ander snel boos en vindt een derde het gemakkelijk om de leiding te nemen of juist niet. Bij het ontwikkelen van deze eigenschappen hebben we de tegenpolen ervan vaak buitengesloten of verstopt. Dit wordt in de psychologie ook onze schaduwkant genoemd. Eigenschappen, emoties en gemoedstoestanden waar we liever niet mee in contact komen. Deze tegenpolen die we naar onze schaduw hebben verbannen, zullen zich manifesteren in de relaties die we hebben met de wereld buiten ons. Hoe sterker een bepaalde polariteit hebben ontwikkeld en de tegenpolen hebben weggedrukt, hoe sterker deze laatste zich in de buitenwereld zal manifesteren. Iedere keer als je in relaties geconfronteerd wordt met eigenschappen, situaties of gedrag die bij jou in de schaduw zijn beland, zal je negatieve emoties merken. Je bent geïrriteerd, angstig of verdrietig. Dit zijn de ideale momenten om jezelf te ontwikkelen en meer vrijheid te creëren in de manier waarop je reageert op de wereld om je heen. Door nieuwsgierig te zijn naar de relaties in je leven, kun je de tegenpol zien waarmee je jezelf in de weg zit. Hoe is je relatie bijvoorbeeld met geld? Wat zie je telkens weer gebeuren? Hoe is je relatie met je klanten? Je relatie met je leveranciers? Je relatie met je eigen bedrijf? Je relatie met je dienst of product? Of je relatie met hoe je je bedrijf er nu voor staat? Of de relatie met de toekomst die je verwacht? Ik ben heel benieuwd. In mijn boek kan je hier nog veel meer over lezen.